Je weet, Baywa heeft zoveel ervaring met vrouwen. Ik geef je top 10 leugens die vrouwen vertellen. Tijdens deze corona gaan we ze ontmaskeren. Tijdens deze corona gaan we ze ontmaskeren. Ik zal erover nadenken. Waarover zal jij nadenken? Heb je je verstand thuis gelaten? Waarom kan je niet nu en vlak hier nadenken en zeg me wat het is? Ik heb maar met 3 jongens gedate en geen van ze hebben me aangeraakt. Wat denk jij? Jij praat met jij 2 jaar neefje. Ik heb geen telefoon nu. Dus omdat ik jij nummer vraag, ineens pas boem, jij hebt geen telefoon meer. Jij bent op lekterij. Jij zoekt mensen om telefoon van jij te kopen. Het is niet erg dat jij niet telefoon hebt. Wij zullen communicatie door middel van brieven schrijven. Wat is je brievenbusadres? Ik ben net hier, ik ben in een taxi. Die laatste meisje die me dat heeft gezegd, vandaag maakt precies 4 maanden, 13 dagen, 15 uur, 19 minuten en 60 seconden. Ik heb er nog steeds niet gezien. Over een week ben ik jarig. Bab. Ik ben net in jouw leven gekomen. En over een week ben je jarig. Wel, Baywa is geen hindoeïsme meer hoor. Baywa is Jehovah's getuige. Ik hou niet van feest. Dus je kan ook geen cadeau krijgen. Ik ben niet in de mood nu. Is net als je wilt doodgaan voor je tijd. Die ik mijn geld op, jij geen spenden in die rotte shop. Jij was wel in die mood. Jij ging alles inslikken als een kikker. Liever kom je weer in die mood hoor. Voordat ik je onderbroek verscheur in stukjes. Ik hoorde die telefoon niet. Het was op silent. Die ik heb gebeld met andere nummer, je hebt wel gehoord. Of gaat je telefoon alleen op silent wanneer het mijn nummer ziet? Wanneer ik kom gaat niets gebeuren hoor. Niets gaat gebeuren, maar je hebt gescheerd. Daarvoor wie heb je ontbost? Dus je weet niet dat na ontbossen dat we moeten planten. Ik haal het niet meer hoor, er is iets ertussen gekomen. Je haalt het niet? Nadat je me hebt laten wachten de hele dag op jou? Je mag het weten hè, niets in deze leven gaat je iets meer laten halen in deze leven. En dat iets dat is gekomen en ik hoop dat het helemaal aan je nek komen en jou stikken en jou doodgaan. Nog 5 minuten dan ben ik klaar met mijn make-up. En om te baden neem ik niet zoveel tijd. Kutia, dat is wat je me 5 uur al geleden hebt gezegd, hè. Manospang, eerst volgende keer wanneer je me dat zegt, dan weet ik gewoon dat ik gewoon verder moet gaan met mijn leven.